Onze volgende gasten vandaag, Silvani Kasampawiro en Ashwin Bisai. En we praten met hun over Man of the World Suriname, welke binnenkort wordt georganiseerd. Goedemorgen. Misschien goed als jullie direct uitleggen aan de mensen thuis. Wat is Man of the World? Ja, goedemorgen. Man of the World is voornamelijk een internationale male pageant die georganiseerd wordt dit keer in Suriname. En de initiatiefnemer en tevens organisator is Clarence Singoregio. En het is voornamelijk een, zoals ik zei, internationale male pageant. En de doel is van dat we de, voornamelijk de mannen tegemoet willen komen die, voor, die op internationaal niveau zo ver willen schoppen. En de winnaar zal voornamelijk een Suriname representeren in Manila, Filipijnen in juli 2020. Mm-hmm. En heb ik het nog iets? Ja. Ja? Yeah. Oké, dus het wordt dit jaar gehouden in Suriname. Wanneer, waar, hoe, wat? Wat komt er allemaal bij kijken? En de audities die worden gehouden op 18 en 19 december 2020. Mm-hmm. En waarop allemaal gelet zal worden tijdens de audities is: de heren moeten tussen 18 en 36 jaar zijn. Fysiek fit. Je moet representatief eruit zien. Je moet natuurlijk een natuurlijke look hebben, dus zonder make-up. Je moet met je ID-kaart komen en je moet vooral enthousiast zijn. En de locatie wordt gehouden bij Hotel Ritz aan de Selinastraat nummer 11. En van 4:30 tot 8:00 worden de audities gehouden. Verder worden de contestanten bekendgemaakt aan het publiek op 29 december 2019. Waarbij ook een fashion show gehouden zou worden door Genetic Models. Dus tijdens die show worden dan de contestanten van Man of the World aan het publiek bekendgemaakt. En voornamelijk kregen we dan ook een speciale gast dit jaar. Dat is de huidige Man of the World in 2019. Dat is Krishna Salak. Hij is van India. En hij zal voornamelijk aanwezig zijn tijdens de audities. En hij zal ook een speciale workshop organiseren. Ja, en dan kan ik dus verder gaan op de workshop. Dus voor degenen die altijd al model hebben willen zijn, zou ik zeggen, er zijn inschrijvingsdagen van nu tot en met 11 december mag men zich inschrijven voor de workshop die gehouden zal worden door Man of the World India, Krishna Salak. En dus wil je allang dus professioneel begeleid worden of op de juiste manier bijvoorbeeld lopen, dan zou ik je aanraden om je in te schrijven. Ik zal straks het telefoonnummer doorgeven. Ja, maar deze workshop staat het dan ook alleen open voor mannen? Nee, het staat open voor beide, voor vrouwen en voor mannen. Ja. Oké, goed. Wat kan er verwacht worden tijdens deze workshops? Wat wordt dat precies behandeld? Ja. Het zijn twee dagen, het is 21 en 22 december. Mm-hmm. En wat je kan verwachten zijn modeling tips, catwalk en runway en fashion tips. Wat ook belangrijk is de self-confidence speech. En dus op de tweede dag krijg je dus styling tips en ook een fotoshoot, een portfolio shoot dan. En als laatste een certificaat. Ja, dus dat is eigenlijk alles wat je kan verwachten. Zijn er kosten verbonden aan deze workshop? Ja, dit is $50. Je hoeft het niet in één keer te betalen. Je kunt dus voor 11 december de helft betalen en op de dag zelf kun je dus het andere gedeelte betalen. Oké, eerder gaf Ashwin aan dat de pageant hier in Suriname wordt gehouden. Wanneer wordt het precies gehouden? Is dat volgend jaar, 2020 of 2019? De audities vinden dus wel dit jaar plaats, heb ik begrepen. Ja, de audities vinden dit jaar plaats, maar onze finale show wordt in maart 2020 gehouden. Oké, hier in Suriname. Jawel. Dat belooft. Het is de eerste keer dat het in Suriname wordt gehouden? Jawel. Oké, en die meneer Krishna Salak, komt die dan ook terug om zijn titel te verdedigen? Nee, dus hij is de internationale Man of the World. Oké. Okay. Ja, van 2019. En als er een winnaar is in Suriname in maart 2020, dan wordt die een winnaar gestuurd naar een Filipijnen. Om daar deel te nemen. Om daar deel te nemen aan de internationale pageant waaraan verschillende landen zich ook zullen deelnemen. En daaruit wordt dus een nieuwe Man of the World van 2020 gekozen. En het is de eerste keer dat het in Suriname wordt gehouden? Jawel.
Waarom die beslissing om dat hier ook te doen? Want we hebben toch ook al andere pageants waar heren aan kunnen participeren. Dus wat is de achterliggende gedachte geweest achter dit besluit? En voornamelijk de oprichter Clarence Ingeridge. En hij is met het initiatief gekomen hiermee omdat hij voornamelijk ook de heren vooral tegemoet wil komen die op deze manier zich internationaal willen brengen. En meestal is men geneigd om als horen pageant en heren, normaliter gaan ze of niet samen of ze zijn dan speciaal om het zo te noemen, als ik het zo mag zeggen. Ja. Toch? Maar hij wil dus bewijzen dat het helemaal niet zo hoeft te zijn en dat zolang je representatief goed eruit ziet, dat iedereen wel mee kan doen. Oké, want er schijnt nog een beetje taboe te zijn op heren bij pageants. Ja, lichtjes, maar langzaam merk je wel dat het toch wel vermindert. Oké. Hoe groot is eigenlijk, wat betekent dit voor Suriname, dat een Krishna Salak dan naar Suriname komt, Silvani? Dit is heel groot, want als ik zie dat heel veel mensen geïnteresseerd zijn, ook de sponsoren die binnenkomen, want we hebben ze benaderd, zijn dus heel veel en heel groot. En ook mag ik ook, als ik bij mag vermelden, dat de winnaar een wagen krijgt. Dat is dus ook al zeker. Dus ik zal ook zeggen, schrijf je in, want dit is een mooie gelegenheid om toch ook je wagentje te kunnen winnen of je wagen te kunnen winnen. En dus Suriname, wij nemen de mensen die wij benaderen, nemen het serieus. En zo zie ik dat het een heel groot en mooi iets zal worden in Suriname. Melden mensen zich al aan? Ja, mensen hebben heel veel wat jongeren, heel veel knappe mannen hebben zich al aangemeld. Er is niet zoveel plaats meer, dus ik zal zeggen, kom snel om je in te schrijven. Of je kunt gewoon op de page gaan, Man of the World, en dan gewoon even een berichtje sturen. Daar zul je ook de telefoonnummers zien, alle informatie krijgen. En dan kunnen we terug bellen of antwoorden, terug antwoorden. Hoeveel mensen kunnen meedoen? 20 mensen gaan meedoen. Voor wat ik nu weet, is dat wij willen dat 20 heren mee zullen doen. Mm-hmm. Dus we zullen dus even nog in de toekomst kijken of dat werkelijk goed is. En terug naar de workshop. Hebben jullie genoeg plaats voor iedereen? Hoeveel mensen kunnen daaraan deelnemen? Ja, dus heel veel mensen hebben zich ook al ingeschreven omdat ze horen dat er een professionele uit het buitenland komt en hij heeft al ervaring. Dus mensen hebben zich al ingeschreven, maar er is wel nog genoeg plaats. Dus ik zal zeggen, haast je. Oké. Misschien is het goed als je nogmaals de criteria doorgeeft voor de heren die luisteren, die eventueel zouden willen meedoen. Oh ja, en de criteria voor de audities zijn, je moet een leeftijd hebben van tussen 18 en 38 jaar. Je moet een lengte hebben van tenminste 1,70 meter. Je moet representatief eruit zien, fysiek fit. Je moet met je ID-kaart komen, een natuurlijke look, dus zonder make-up komen. En verder, tijdens de audities, vragen we van jullie dat je in een witte, zwarte effe shirt komt en een zwarte of een blauwe jeansbroek en gesloten schoenen. Mogen ze kinderen hebben, dat soort dingen? Want bij de meeste pageants show van vrouwen, je mag geen kinderen hebben, je mag niet getrouwd zijn. Die dingen maken niet zoveel uit. Nee, ze maken niet zoveel uit. Dus de getrouwde heren en de vaders, die hebben ook kans. Yes. Nee, daar moeten we zeker van zijn. Ja, dat is waar. Is er tot slot nog iets dat jullie willen toevoegen eraan? Ja, ik zou willen zeggen, kom en geniet van zo'n mooie kans in Suriname. Het is niet zodat 1, 2, 3 een professionele of een ervarende model of een king of this world, man of the world, naar Suriname komt. Dus ik zal zeggen, heb je al lang erover nagedacht om te modelleren? Of wil je zelf, hoeft zelf te zeggen van ik hoef geen model te zijn, maar ik wil op de juiste manier leren lopen, dan mag je dus ook inschrijven voor deze workshop. Goed. Dus ik zal zeggen, kom Allen, kom snel. En ze kunnen alle informatie dus vinden op de page. Gewoon op de page. Man of the world. Suriname. Ja. Geweldig. Is er iets dat u wilt toevoegen, meneer Ashwin? De meeste dingen zijn al gezegd. Ik zou gewoon alleen zeggen van een haastje. Neem je kans. Dat is niet iets dat... Dat organiseren we voornamelijk voor het eerst. Dus wie weet wordt jij de eerste man of the world Suriname en zal je ons vertegenwoordigen in de Filipijnen. Geweldig. Nou, u heeft het zo gehoord. U kunt dus alle informatie nog vinden op de Facebook-page Man of the World Suriname. Er zal ook een nummer worden doorgegeven, Silvani.
een telefoonnummer waarop de mensen kunnen bellen? Ik denk dat ik dat straks door kan geven. Want misschien kunnen jullie het op het beeld schrijven. Want ik heb het momenteel niet bij me. Oh, je hebt het niet bij je? Ja, oké. Goed, nou, dan gaan we dit onderwerp afsluiten.